Ook beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe video en vandaag gaan we lekker spelen met TNT. Zoals jullie kunnen zien, heb ik hier al eens ooit eerder gespeeld met TNT. Maar, ik heb never nooit zoveel blokjes erin gezet. Ik ben ooit begonnen met 4 blokjes en die bleven elke keer terugkomen. Ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is, maar hier in dit gebouw blijft dat zo doorgaan. Jullie kunnen ook zien, in plaats van 4 blokjes zijn het toch wel hele vele grote aantallen geworden. Ik weet niet hoeveel duizenden blokjes er in één keer staan, maar het zijn er sowieso niet nog maar 4. Nou, ik ga heel even zeggen wat er ongeveer is gebeurd. Op een gegeven moment had ik gewoon zin om een blokje TNT te plaatsen. En die heb ik volgens mij hier zo ergens geplaatst toen. En toen gebeurde dit. Ik ga even afstand nemen, want ik kan nogal gaan laggen. De TNT die respawnde elke keer. En zoals jullie ook kunnen zien, elke keer komt de TNT er opnieuw. En wat er precies gebeurde, I don't know. Ik weet wel dat het elke keer alles wat op de grond stond, echt letterlijk en figuurlijk alle kanten opspatte. Dat kun je hier ook zien. Jullie zien levels en jullie zien TNT echt alle kanten opvliegen. Nou, hoe dit kan, dat weet ik dus zelf ook niet. En dat is wel echt awesome. Want op een gegeven moment had ik dus een crash. Ik joinde opnieuw in. En toen hadden we in één keer hier dit. En het ziet best wel vet uit, als ik heel eerlijk moet zijn. Het is natuurlijk een door het spel zelf gecreëerde wereld, ga ik het dan maar noemen. Want ja, ik heb verder niks hoeven te doen. Alleen maar 4 TNT's. Daar begon deze ruimte mee. En als je nu kijkt, het is toch heel veel meer TNT geworden. Daar is het nog steeds bezig met TNT. Maar we gaan nu even iets omlaag. Want dit is ook wel leuk om te zien. Kijk, ik plaats nu 1 TNT even snel. Hopsakadee, bam. Kijk, dan kun je van dichtbij zien wat er gebeurt. En jullie zien ook dat er af en toe gewoon levels terugkomen. En dit is ook het gekke van alles. Here we go. Wauw, dat was even lag. Dat was de creeper, whip creeper. En hier zien jullie het ook. Dat elke keer komen er een paar blokjes TNT terug. En nu is het alleen vanuit de grond en net iets dichterbij. Ik zou zeggen, hier heb ik ergens een uitgang voor als het te veel gaat laggen, kan ik snel wegrennen. Maar dat is dus niet nodig. Maar zoals jullie kunnen zien, zou je zo een hele leuke T-show kunnen bouwen. Alleen je moet wel even weten hoe het moet. Ik heb het zelf niet expres gedaan, ik weet het niet. En dat zou ik wel graag willen weten wat er nu precies is gebeurd. Maar ik weet wel dat het echt vet is wat er gebeurde. Vandaar ook dat ik deze video nu maak. Want ik had zoiets van, dit wil ik ook heel graag aan jullie laten zien. Voordat dit probleem, of voordat ik zelf naar het probleem ga kijken wat hier nu precies is gebeurd. Want ik vind het sowieso al raar op het moment dat jij hier een TNT plaatst. Dat dan alles wegvliegt. Zoals je kunt zien hier zo, up, bam, gaat het die kant uit. En dan zul je hier bijvoorbeeld een TNT neerzetten waar een lever stond. Dan komt er weer terug een lever. En noem het maar op. Kijk, daar past er wel weer een TNT. Zo, plaats ook even TNT. Altijd leuk. Hier kan ik nu eenmaal met TNT gaan spelen. Want er staat nog meer dan genoeg TNT. En hier hou je weer een klein beetje dat effectje. Dat leuk effectje van een soort fonteintje van TNT. Wat de hele tijd weer in een andere vorm omhoog gaat. Zoals jullie kunnen zien. Jullie zien nu dat er hier dan bijvoorbeeld daar weer 3 landen. En zo gaat het dan de hele tijd een beetje op en neer. Op een gegeven moment houdt het ook wel op. Dat wel. Ik zet er hier nog een paar aan. Hopsakadee. Eens even kijken of hier nog wat gaat gebeuren met die TNT. Ik vind het altijd wel leuk om te zien. Het is altijd even afwachten hoeveel TNT er wel en niet blijft staan natuurlijk. Kijk, hier zetten we iets meer neer. Voor een iets groter effect. Ah nee, toen was het alweer voorbij. Een beetje jammer. Ik had wel graag een langere show willen zien. Eens even kijken of ik hier nog iets kan bouwen. Hopsakadee. Nou. Ah, hier kan ik wat TNT neerzetten. Gewoon random TNT neerzetten. Op een gegeven moment is het toch geen lever, maar wordt het wel een TNT blokkie. Nou ja zeg, hier ga ik dan wel gewoon een rijtje TNT neerzetten. Hopsakadee. Voilà, eens even kijken of het nu door blijft gaan. Nee, blijft het ook niet doorgaan. Daarachter is het zo te zien ook al gestopt. Oh nee, daar gaat hij nog wel mooi verder zoals jullie kunnen zien. En zo kan het gewoon de hele tijd door blijven gaan. Nou, nu ga ik hier nog even een paar van die TNT dingen laten afgaan. Hupsakadee. Het kan zo meteen gaan laggen, maar dat maakt niks uit. Voilà, kijk.
Dit noem je nu eens TNT work. En ook nog best wel mooi TNT work, als ik zelf eerlijk moet zijn. Ik hou hier wel van. Voilà. En achteruit, oh oh oh. Nee, weg hier. Hasta la vista. Eens even kijken of we hier nog iets kunnen laten exploderen. Dit gaat gegarandeerd wel lekker. Dat kan bijna niet anders als ik dit laat afgaan. Maar dat is niet erg. Die lek die is toch weer zo weg. Even kijken. Here we go. Let's do this. En hier kun je het ook met glowstones zien. Nou, het staat trouwens nog wel aan. Mooi zo. En hier zul je elke keer weer een ander iets zien. De ene keer is het wat meer, de andere keer is het wat minder. En dat is toch best wel een leuk effect. En toen was je alweer afgelopen zo te zien. Een beetje zonde. Even kijken, kan ik hier nog iets bouwen? Ja hoor, ik kan nog iets bouwen. En dan komt hij aan. Leveltje erbij. Voilà. Hasta la vista. Here we go. Nou. Dat was het alweer. Want mijn plug-in heeft alles weggehaald. En here we go. Toespin. Oeh, dit gaat wat groter worden. Dit kan wat meer gaan leggen. Zoals jullie kunnen zien, dus inderdaad wat ik ook al zei, dit gaat meer laggen. Kijk, en het regio nu letterlijk en figuurlijk TNT. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik echt tot de volgende keer.